Aanslag in Plopsaland voorkomen. Gisteravond heeft de politie een mogelijke aanslag in Plopsaland de pannen weten te voorkomen. De Belgische politie kreeg in de middag een melding over een man die een aanslag wilde plegen bij de Miss Belgium verkiezing. Deze Miss Belgium verkiezing zou plaatsvinden in het Proximus Theater, het theater van Plopsaland. Een 40-jarige man uit het Belgische Lommel zou in een gehuurde Tesla onderweg zijn naar Plopsaland met als missie een aanslag te plegen. De politie wist hem uiteindelijk op het parkeerterrein van Plopsaland te pannen te arresteren voor deze misdaad. De man had een vuurwapen bij zich en in zijn auto trof de politie nog een tweede vuurwapen aan. Verder had hij ook een kogelvrij vest om en had hij chemicaliën in de auto liggen. Door het snel ingrijpen van de politie is de aanslag van deze man gelukkig mislukt. De misverkiezing in het theater is tijdelijk stilgelegd, maar is later weer van start gegaan. Dus daarmee is een...